Waarom ik er zo vroeg uit ben? Nou, ik moet bloed prikken bij de assistente van de huisarts om mijn cholesterol weer na te laten kijken. En dat was een andere kleur piek. En niet van plastic, nee. Een piek voor in de kerstboom, weet je wel. Ik had altijd namelijk alles zilver en wit. Maar de laatste jaren zat ik te denken, samen met mijn mannetje, zullen we eens een keer een andere kleur doen. Maar, dan moet je ook de piek ervoor hebben. Ja, ik heb hem gevonden. Is die mooi of is die mooi? Het is vandaag dinsdag en we leven om 9:40 en het is de 15e oktober. Waarom ik er zo vroeg uit ben? Nou, ik moet bloed prikken bij de assistente van de huisarts om mijn cholesterol weer na te laten kijken of dat inmiddels gezakt is, dat het weer in de goede waarde is. Of niet, ja, en ik hoop dus van wel, hè, ja, logisch. Dus daarom ben ik zo vroeg, maar ik ben behoorlijk beroerd en misselijk. Ik heb een slechte nacht gehad, ik kon niet slapen omdat ik op een gegeven moment ook koude voeten had. En toen ben ik weer naar beneden gegaan, ik heb een kruikelaar gemaakt, kijk het maar. Toen ben ik achteraf eindelijk in slaap gevallen. Maar dat was eigenlijk in principe te laat, om me dan ook weer zo vroeg uit te moeten. Dus als ik terugkom en ik ben nog zo, dan ga ik wel weer mijn bedje in. Ja, jij meisje, ja. En ik mag nou nog niet eten, ik mag niet drinken, ik mag niks. Maar ik moet om 10:30 wezen, dus ik moet straks ook al weg. Ik ben er expres. Ik heb de wekker nog wat later gezet dan ik eruit zou. Ik denk, oh, ik hoef niet te eten, ik mag niet drinken, ik mag niks. Kan nog wel eventjes langer blijven. Nou ja, toen hek heeft me de dienst slecht te kroelen. Moet ook kunnen, toch? Die hebben ook hun aandacht nodig. Ja, hé? Ja, hoop ik. Dus ja, Frodo is naar buiten, Kandalf is buiten, Eowyn is logisch binnen. Dat, nou ja, ik laat het jullie weten als ik weer terug ben. En ik hoop dat ik vanmiddag mijn mobiel kan leegmaken. Voor alle foto's en films die ik in de afgelopen tijden binnen heb gehad. Wat weg kan wegdoen en een vlog renderen naar YouTube brengen. En dan probeer ik mijn mobiel weer op een standaardje te zetten. En dat ik die voorlopig even ook kan gebruiken. Maar ja, oké, lieve vrienden. Misschien dat ik mijn oude mobiel kan gebruiken. Ja, voor foto's of films. Heeft niks met internet te maken, toch? Nee. Dus dat zou misschien kunnen. Die zal ik laden gaan. Ja, gaan we proberen. Schiet me zo in mijn hoofd en dan ligt nog steeds hier. Dus we zullen het proberen. Voor nu zou ik zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Hoe jullie mogen. Ja. Zullen gebruiken deze dag. En ik hoop met heel veel liefde. Ja, en blijdschap. En ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Daar ben ik weer. Het is 12:06. En ik ben dus thuis. Ik heb hier een injectie gekregen. Het is een bloed, hebben ze afgehaald. Het doekje zit er nog. Die haal ik straks weg. En inderdaad, ik ga zo meteen naar bed. Want ik ben hondsberoerd ervan. Een bak koffie, ik moet nog een broodje maken, dat ik ga eerst lekker eten. Maar, ik heb ook even boodschapjes gedaan. En omdat ik op de terugweg altijd langs een tuincentrum kom, heb ik wat gescoord waar ik al 3 à 4 jaar op zoek naar was. Ja, samen met mijn man nog. En dat was een andere kleur piek. En niet van plastic, nee. Een piek voor in de kerstboom, weet je wel. Ik had altijd namelijk alles zilver en wit. Maar de laatste jaren zat ik te denken, samen met mijn mannetje, zullen we eens een keer een andere kleur doen. Maar, dan moet je ook
de piek ervoor hebben. Ja, ik heb hem gevonden. Is die mooi of is die mooi? Ik hoop dat jullie hem kunnen zien. Deze is dus goudkleurig. En er zitten zilver bij. Dat zijn eigenlijk spiegeltjes. Daar kun je eigenlijk zelf in bewonderen. Hoe mooi of knap of lelijk je mag wezen. En hij is van glas. Ja, dus echt ouderwets nog. Ik ben er blij mee. Dus ja, die komt er nou op te staan dit jaar. Zeker weten. Ik had van Karen en Roderick, via hun, van, ik vergeet iedere keer, Fatima, had dat plaatje 4 gekregen. Nou, dat heb ik hier. Dat zat nou op een schoteltje. Dat vind ik niet zo fijn. Nee. Dus, wat heb ik daar ook gescoord? Klein bloempotje. Ja, 1,25. Nou ja, wie doet je wat? Ja, toch? Dan moet die prijs er wel af willen. Zo. Daar doe ik hem even in. Moment. Ben ik kwijt van het vieze schoteltje af. Oké. Het potje verzuikt er zo wat in. Maar dat valt mee nog. Je ziet hem nog. Kijk maar. Ja, toppie. Nou, kan dat weg. Zet ik die weer netjes hier neer. En nu is het ook veel beter gezicht dan dat schoteltje eronder. Vind ik tenminste. Maar wie ben ik? Zo, schoteltje. Zo. Als ik er vroeg uit ben, dan krijgt zij normaal ook vroeg haar eten. Maar nou niet, dus ze liep vanochtend op de zeuren dat te doen. Ja, ik had geen tijd, ik moest weg. Dus nou had ze het net gehad, maar ze laat weer meer dan de helft staan. Nou ja, pech, doet er niet toe. Krijg ze later wel weer, als ik weer uit bed kom. Ik zou ook zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Ik doe het op mijn bed. Ja, ik ga echt eventjes... horizontaal. Ja, en ik wens jullie dus verder allemaal veel plezier vandaag. Doe wat leuks. Doe gezellig. Dan gaat een meneer op een scootmobiel. Het is ook geen gezicht. Dan zie je een hele forse man rijden. En dan wat voor scootmobiel? Zo'n kleintje, zo'n tropie. Is geen gezicht. Ja, zorgen die mensen... ook een booster kunnen krijgen die voor hun bouw ook ja, dezelfde formaat krijgen. Maar ja, gebeurt niet. Maar oké. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Doei, doei. Ja, ik ben beneden. Ik heb een paar uurtjes. Ja, weet ik hoe lang ik geslapen heb. Want dat ik boven kwam, ging eerst de telefoon, was Karin. Dus daar is nog even mee gesproken. En nou, dat duurde ook eventjes. Heb ik gelijk ook een spelletje gedaan. Dat, ja, ze zat toch aan het telefoon. Ik ook niet gaan slapen. Ik heb het wel gezegd. Ik ga zo slapen. Nou, toen heeft ze later ook gezegd. Nou, ga toen wel lekker slapen, mama. Dan ga ik ook nog even wat doen. Want zij moest vanmiddag weer te werk. Dus ja, kwam allemaal goed. Dus toen ben ik op een gegeven moment lekker gaan slapen. En ik ben nou net weer beneden. Ja, het is nou even zien. 16:20, dus loopt tegen 16:30 aan. En ook nog steeds, ja, nog steeds vandaag dinsdag 15 oktober. Ja. Nog even, zitten we weer in december, dan hebben we de feestdagen weer. We zitten nu bijna tegen de feestdagen van Halloween aan, dat is 31 oktober.
Nou, dan is het gouden boel weer veranderen en dan wordt het kerst. Nou, ik heb een mooie piek, dus het wordt in het goud. Hé, we gaan een gouden kerst houden, hè? Ja, gouden kerst. Ja, hè, meisje? Ja. Dus ja, en ik denk, ik kleed me nou niet meer af die paar uurtjes. Ik denk, ik blijf wel lekker in mijn pyjama vest eroverheen. Niemand, ik krijg nou geen bezoek meer om deze tijd. Nee. Dus ja. Ik zit er goed na te gaten. Maar ja, het moet ook kunnen. Ik ga lekker een bakje koffie doen. Word ik weer allemaal wakker. En ik zal kijken hoe ver mijn oude mobiel is met opladen. Want ik leg de hele tijd er al aan. Die is nou 100% eindelijk. Nou, had ik verwacht dat hij dat al was wanneer ik weer terugkwam van de dokter. Maar toen was hij nog maar 35%. Ja, hij was schoon leeg, hè. Hij was helemaal schoon leeg. Dan ga ik die ook gebruiken. Ja. Ik zal zien hoe ik het zal hebben ermee. Maar dat komt allemaal wel goed. Ja hoor, dat komt allemaal goed. Dit blijft gewoon mijn normale belboom, mobiel, etc. En die met het vlinderhoesje, die als camera. Ja toch, hier heb ik internet op, hier niet. Nee. Dus komt ook allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie na een middag, want dat is het. Voor straks lekker eten. Geniet daar ook van. En dan een prachtige, mooie, liefdevolle avond erachteraan. En we laten natuurlijk ook lekker slapen. En morgen weer gezond op. Wel met slapen ook mooie dromen hebben. Want daar geniet je juist van. Ja, geen enge dromen. Nee, mooie, fijne, liefdevolle dromen. Hé, ja nou. Ja, hé. Ja, jij kent het ook, hè. Dan mag je ook te mekkeren. In je slaapje. Ja. Oh, goeie. En dus ja, nou, ik zou zeggen, geniet daar allemaal van. En wij zien elkaar morgen weer. Ik zou zeggen, tot dan. Doei, doei. I got no rules, I count 'em.